weekoverzicht van 2 tot en met 5 april. De gemeente Hilversum gaat het asfalt van ongeveer 20 straten opknappen. Ze hebben hier ongeveer 3,9 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Niet alleen auto's, maar ook fietsers hebben erg veel last van scheuren en gaten in de wegen. De gaten in de wegen worden veroorzaakt door vorstschade. Ook wordt er gekeken naar een oplossing voor het vele illegale parkeren. We komen hier later op terug. Op de Gijsbrecht van Amstelstraat wordt momenteel gewerkt aan een geheel nieuw winkelpand. De aannemer heeft bouwcontainers geplaatst. Niet één volgens de afspraak, maar 2 op elkaar voor de woonwinkel van Mare Valkenhof. Wat is uw eerste reactie? Schrik van ja, wat gebeurt hier en waarom staan die hier en waarom is er geen overleg geweest? Zo voor je winkel. Dus we zijn eigenlijk meteen verstopt. En het is niet alleen 1 etage, het zijn ook meteen 2 etages die geplaatst zijn. Van wat kunnen we hier aan doen? Dat was mijn eerste reactie. En dat was achteraf gezien niet veel. Want de gemeente had hier al vergunning voor afgegeven. En die hebben wel geprobeerd deze containers te verplaatsen. En had ook gezegd van dat ze eigenlijk deze vergunning niet af hadden mogen geven. Maar doordat die al afgegeven is, dat ze er op dit moment niet zo heel veel aan konden doen. En dat we opeens meteen 4 maanden containers voor de deur hebben staan. Mensen die denken van, hey, ik heb een cadeautje nodig. Ik ben met iets bezig. Als jij in je huis, in je interieur bezig bent, dan zie je opeens onze winkel al vaak. En dan denk je, oh, dan ga ik eens even gezellig binnenkomen. Nou, op het moment dat je de winkel niet ziet, dan gaat dat lampje ook niet branden. We hebben ook al meegemaakt dat mensen heen en weer gereden zijn en ontzochten, maar door die container ons niet gezien hebben. En dan pas later per ongeluk weer terechtgekomen zijn. Maar dat is heel vervelend. Wat wij vooral merken aan die banners is dat onze klanten die binnenkomen, die zeggen van in eerste instantie al gezegd van Mark, dat je dat pikt, die containers voor de deur. En dat kan toch niet, je ziet je helemaal niet meer. Maar zijn wel heel positief over de banners die we erop geplaatst hebben. Omdat ze vinden dat we dat op een hele leuke, ludieke, creatieve manier gedaan hebben. Waardoor er toch wel iets meer aandacht weer krijgen. En mensen die dan weer langsrijden toch ons weer herkennen. En dus daar krijgen we toch wel weer complimentjes over dat we het op deze positieve manier hebben proberen op te lossen. De renovatie van de Joodse begraafplaats in Hilversum is deze week afgerond met het planten van olijfbomen. Wat is de betekenis van olijfbomen in de Joodse cultuur? Hans Roos legt het uit. De olijfboom is in het Jodendom het symbool voor vrede en geluk. Er zijn ongelooflijk veel soorten olijfbomen, meer dan 80 soorten heb je. Maar die hebben allemaal de overeenkomst dat ze afstammen van één familie, namelijk de familie Olea. En die olijfboom die kwam voornamelijk voor in de oude wereld. Duizenden jaren geleden, zo'n 6000 jaar geleden, is een exemplaar van die familie overgebracht naar Europa. En die heeft zich daar ontwikkeld, met name in de landen ten oosten van de Middellandse Zee, voor de productie van olijven en olijfolie. Een olijfboom kan ongelooflijk oud worden, honderden jaren oud. Een prachtig voorbeeld om dat te zien is in Israël, waar op de olijfberg vele zeer oude olijfbomen te vinden zijn. Die olijfberg die is vandaag de dag nog steeds in gebruik als begraafplaats. Vele Joden uit Jeruzalem willen op de olijfberg begraven worden. Op dit moment zijn er zo'n 150.000 graven. Aan de voet van de olijfberg ligt Ketz Shamin. Dat is beter bekend als Gethsemane. En ook in die tuin zijn eeuwenoude olijfbomen terug te vinden. Wij hebben deze week 18 olijfbomen op deze Joodse begraafplaats geplant. Waarom 18? Het getal 18 is een heel belangrijk getal in het Jodendom. Het is opgebouwd door 2 Hebreeuwse letters. De Get, die staat voor 8.
en de J die staat voor 10. Tezamen vormen zij 18 gai. En het bijzondere is dat het woord gai ook een woordelijke betekenis heeft, namelijk leven. U kent het symbool gai vast. Het wordt door een heleboel mensen ook wel als sieraad gebruikt aan een kettingje om de nek. Het komt ook in vele Joodse woorden terug. Bijvoorbeeld een Joodse begraafplaats. De Hebreeuwse naam daarvoor is Bet Chaim. Daar zit ook dat woordje gai in. Een ander voorbeeld is dat als er een feestje is en er moet getoast worden, dan zeggen we Le Chaim. Ook daarin zit het woordje gai. En doordat de betekenis van de Joodse begraafplaats, de Hebreeuwse betekenis daarvan, Bet Chaim is, het huis der levenden, hebben we hier 18 bomen geplaatst. Niet alleen vanwege die 18, maar ook vanwege het begrip leven. Want dit is niet de akker des doods, maar het huis der levenden. Ik ga een gastcollege geven aan vierde klas gymnasiasten van het Stedelijk Gymnasium in Hilversum. En dat is de eerste keer, dus heel spannend. Ontzettend leuk. Wat gaat u vertellen? Ik ga ze wat leren over politiek en over democratie en over journalistiek. En over mijn vorige baan als hoofdredacteur van de Volkskrant en dan mijn huidige baan als burgemeester. Stijn, jij bent erbij bij het college van de burgemeester? Ja, ik ben er op 5 april bij. En ja, ik heb er heel veel zin in. Wat zou je bijvoorbeeld willen vragen aan de burgemeester? Of de burgemeester lid moet zijn van een politieke partij. De meeste, voor 99% van de burgemeesters is lid van een politieke partij. En het is ook eigenlijk wel gebruikelijk. Misschien een enkeling in Nederland niet, maar de meeste wel. Maar een burgemeester staat boven de partijen? Ja, dat is het bijzondere van een burgemeester. Hij staat boven de partijen, of zij. Maar hij wordt het alleen maar via een politieke partij. Daar kan ik morgen nog wat meer over vertellen. Oké, dank u wel. Vanuit het dierenasiel Kruilo gaan we op bezoek bij de honden. En hier bij het hondenverblijf komen we Yindi en Kelly tegen. Beide zijn Amerikaanse bulldoggen. Yindi is een teef en is bijna 2 jaar oud. Ze is een hele makkelijke hond en kan goed omgaan met vreemden, kinderen, katten, honden en kan heel goed alleen zijn. Yindi bruist van energie. En het is dan ook belangrijk dat ze die energie kwijt kan door te stoeien of door flinke wandelingen te maken. We zoeken een actieve eigenaar. Kelly is een teef van een jaar. Ze kan goed omgaan met mensen, maar niet zo goed met andere honden. Ze kan goed alleen zijn en houdt van een ritje in de auto. Belangrijk om te weten is dat ze nog opgevoed moet worden. En ook Kelly bruist van energie en we zoeken een actieve eigenaar. De Amerikaanse Bulldog is een werkhond die veel beweging nodig heeft. U ook? Neem dan contact op met Kruilo en maak kennis met Yindi en Kelly.